Amsterdam, want ik ga samen met Danny naar de presentatie van de nieuwe Nintendo 3DS. Hij zullen denken van, de Nintendo 3DS, wat moet Vera daar maar mee? Maar dat is super leuk, want de Nintendo 3DS is nu dus 3D en dan zonder brilletje. En ik ga nu kijken of het echt werkt. En ja, ik ga daar zelf ook even beelden schieten en dan kun je allemaal zien. En ik denk dat er zeker wel meiden zijn die ook van gamen houden. Dus dat is dan een keer een ander filmpje. En ik wens je heel veel plezier. Mijn kamer is de te weinig belichting. Het is wel rustig, maar het is ook wel chill. Ja, toch? Zeker. Het is wel rustig, maar ik heb er zin in. En zometeen gaan we gamen, dus dat wordt wel heel leuk. En ja, ik ben wel heel benieuwd. Nintendo DS familie, dit is een unieke touchscreen. Spraakherkenning en ingebouwde wifi, een voordelig nieuwe toevoeging te bereiken. Zo kreeg onze aarde een heel nieuw aanzicht. En vandaag is de wereld toe aan een volgende stap. Nintendo introduceert de Nintendo 3DS. Handheld gamen zal nooit meer hetzelfde zijn. 3D zonder bril. Geloof je ogen. Hier is uw gastvrouw, Sarah Dijkstra. Nou, ik wil jullie graag presenteren de Nintendo 3DS, dames. Een einde te filmen en ook sorry dat ik geen beelden heb van zeg maar de camera van voren, maar dat mocht dus niet. Maar ja, ik ga hem nog laten zien in een review en dan echt dat ik hem vast heb. En dus dat komt helemaal goed. Ik ben helemaal vergeten een afsluiting of iets dergelijks te filmen, dus vandaar even zo. Ik ben ook heel erg voor het kijken en ik ben benieuwd wat jullie van dit filmpje vonden en of jullie van gamen houden, wat voor games jullie het liefst spelen. Hoe jullie tegen een Nintendo aankijken en wat jullie van een Nintendo 3DS verwachten. En ik heb trouwens helemaal geen geld gekregen of zo voor deze video. Of ik ben helemaal niet verplicht om dit te maken. Maar gewoon dat ik het echt heel leuk vond om een keer iets anders te doen. Dus dan weten jullie dat. Bedankt voor het kijken. Doeg!